Ik vond hem heel goed. Hij was vrij heftig. Maar het verhaal zat zeer goed in elkaar. En dat was zeker wel overtuigend, ja. Er zat wel heel veel goede humor in. Het was wel wreed, maar ja, ik vond hem echt van heel erg goed. Ik vond het wel erg beklemmend allemaal. Heel bizar, maar wel goed. Ik vond wel dat dat soort films gemaakt moeten worden. Echt een soort van weirdo fucked up family die voor hun kinderen wilde zorgen. One way or the other. Je ziet hoe ziek die twee zijn. Of tenminste het hele gezin. En dat vond ik eigenlijk te bizar voor woorden. Wat van hun ogen heel normaal is, is natuurlijk voor de andere wereld helemaal niet normaal. Dus ik vond hem erg bizar. En bloederig. Ja, dat past helemaal bij. Ja. Dat hoort niet in een normale bioscoop, maar bij het festival hoort hij zeker thuis. Ja. Die Dad was echt een hele vieze man. Van die rol vooral van hem vond ik heel erg goed, ja. Hij was echt zwaar ziek. Ja, voor hem was alles heel normaal, maar zo normaal was het allemaal niet. Het spel is gewoon fantastisch. De beste film die ik heb gezien is Stingray Sam. Let the Right One In. Het is de enige die ik heb gezien. Het zijn twee films. Martyrs en Last House on the Left. Die vond ik de beste. Wat voor cijfer geef je Mom en Dad? Een 8. Ik denk wel een 8. Een 7, 7,5. Ik heb zeer goed, dus dat is een 8, 8 tot 9.